Patrick, voor een zeer heldere inleiding. Die papiertjes in uw boek, dat zijn foldertjes. Reclamefoldertjes voor een koffieshop, maar bon. Ik heb met Wietse afgesproken dat wij een paar vragen gaan stellen om het ijs te breken eigenlijk. En dan zullen er ongetwijfeld vragen uit het publiek zijn. Dus wij gaan waarschijnlijk niet al te veel tijd, het hangt ook natuurlijk van Patrick zijn antwoorden af, maar toch niet al te veel tijd in beslag nemen. Ik heb een paar vraagjes. Hè. Je hebt gewezen op het neveneffect natuurlijk van ja, dat je er longkanker kunt van krijgen als je het rookt, zeker als je er veel van rookt. Het is erger dan sigaretten wat dat betreft, maar dat kan misschien opgelost geraken door het in pilvorm of andere vormen te nemen. Je kunt misschien psychoses ontwikkelen op lange termijn, ook met die pilvorm neem ik dan aan. Dus mijn vraag is, je hebt er hier en daar iets over gezegd, is er iets bekend, stel het wordt gelegaliseerd en mensen gaan het gebruiken als medicijn, is er iets bekend over mogelijke neveneffecten, schadelijke neveneffecten op langere termijn? Of anders gezegd, was er op dit moment met de kennis van nu in de bijsluiter moeten staan? Zoals voor heel veel medicijnen zou het ook een lange lijst zijn, ja. Denk ik. Maar ik denk wat ik genoemd heb, zijn aan de ene kant wat lichamelijke klachten. Het kwam ook voor in onze studie die we gedaan hebben over pijnbehandeling. Dus dat mensen toch wel zich iets minder helder voelen in hun denken. Wat draaierig zijn. Ook de motoriek die kan verstoord worden. En dus ook ja, het rijden met de wagen, het behandelen van gevaarlijke machines en zo. Dat zijn toch wel zaken, denk ik, die er zeker in de bijsluiter zouden staan. Dat je daar voorzichtig mee moet zijn. En die misschien wel wat stabiliseren als je het langer inneemt. Hè. Maar dat zal zeker in de bijsluiter staan. Dan zijn er de psychische effecten. Psychose is wel duidelijk. Voor recreatief gebruik is dat heel veel beschreven. Als wij ons symposium gaven, denk 30 jaar geleden, toen hebben we echt wel een paar kwade spoedartsen gehad. En mensen die echt, ja, vond ik heel eerlijk verontwaardigd waren. En die zeiden, pas toch op, je moest eens een keer weten wat we in de weekend binnenkrijgen in de spoedgevallen. Dan hebben we echt wel vaak jonge mensen die totaal in psychose zijn. Ja. En dus, maar meestal natuurlijk door verhoogd gebruik. Ja. Maar mag ik hier even inpikken? Ja. Ik heb mij laten wijsmaken, want eerlijk waar, ik heb er weinig verstand van. Dat dit ook wel te maken heeft, dus die psychoseontwikkeling, met natuurlijk veelvuldig gebruik, misschien zelfs dagelijks of toch heel vaak, maar ook met het feit dat blijkbaar de sterkte van de cannabis door de teelt in de loop der decennia veel sterker geworden is. Dus dat een joint in de jaren 70 helemaal niet zo krachtig was, zal ik maar zeggen, als een joint vandaag de dag, doordat de kwekers er de meest krachtige planten hebben uitgehaald. Kunstmatige selectie heet dat. Als dat zo is, dan koppel je dat aan het roken van joints. Maar dat hoeft dan niet op te treden bij de medicijnen. Want ik ga ervan uit, de neveneffecten, het is eigenlijk niet per se de bedoeling dat het neveneffect van de roes daar ook bij optreedt. Misschien zelfs in tegendeel. Als je het gebruikt recreatief, ja, dan ga je voor die roes. Maar als je het als geneesmiddel gebruikt, ja, die roes, je zou kunnen zeggen, dat is mooi meegenomen, maar dat is eigenlijk niet de bedoeling. Ja. En inderdaad, als je met de wagen naar rijdt of een gevaarlijke job hebt, dan heb je dat is dat al helemaal niet wenselijk. Ja. Maar wat u zegt, Johan, is helemaal juist. Hè. Er zijn echt in de rand van de studies die gebeuren om bij pijn of welke aandoening ook, en dan ga je natuurlijk altijd ook wel naar de nevenwerkingen kijken. En dan zien we dat gecontroleerd gebruik, dat je weet ook welke dosis is het. En je gaat bij pijn mensen aanraden van laag te beginnen en je stijgt op totdat je misschien toch wel meer nevenwerkingen krijgt als roes. Maar eigenlijk zijn die doseringen meestal lager dan recreatief gebruik. Dus in al die studies die gebeurd zijn, en dat zijn er ondertussen honderden, en waar de nevenwerkingen op
iets of wat serieuze manier zijn gebeurd, dan zien we relatief weinig nevenwerkingen. Absoluut. Ik heb denk ook wel aangegeven. Maar ja, ontslaat ons dat om de mensen toch te waarschuwen? Ik denk zeker jonge mensen, tot 21 tot 25 jaar, vind ik het misschien, zeker de combinatie THC en CBD, vind ik toch dat we daar voorzichtig moeten in zijn. Omdat we niet goed weten wat de echte lange termijn effecten zijn op het geheugen en, en het gedrag van mensen enzovoort. Dat weten we niet. Maar u hebt gelijk. Hè? Dus de meeste die psychose bijvoorbeeld, of ja, vaak jonge mensen die ook toch hun leergedrag, dat is toch wel beschreven, hè? Dat werd soms betwijfeld, maar jongeren die veel roken, die gaan toch een beetje je m'en foutist neiging hebben en gaan hun studies verwaarlozen en zo. Dat is toch allemaal echt wel beschreven. Maar eigenlijk is dat een andere discussie. Ja, wordt meer bij recreatief gebruik. Dus u hebt een punt. Ik heb er ook maar één slide aan gewijd, denk ik. Dus de nevenwerkingen onder gecontroleerd gebruik zijn relatief gering. Ja. Een vraag die daarbij aansluit, is dat de reden waarom toch in behoorlijk veel landen, je hebt het ook getoond, het ondertussen gelegaliseerd is? Dus dat zijn toch ook geen landen waar men zomaar medicatie op de markt brengt, zonder studies of zonder er rekening mee te houden. Dus hoe kan het dat heel wat landen, Australië, van Australië tot Latijns-Amerika, een twintigtal staten in de Verenigde Staten, heb ik begrepen, het blijkbaar toelaten onder gecontroleerde omstandigheden via voorschrift, apotheker enzovoort, maar dat België blijkbaar zo terughoudend is. Heb je daar een verklaring voor? Zou het kunnen, ik doe zelf een suggestie, dat het komt door de ergens slechte pers, bij wijze van spreken. Marihuana, ja, dat is joint, dat is drugs, dat is hippie, dat is, daar komt niks goed van. Dus dat het louter door de slechte pers komt, als het ware. Ik heb... Bedoel, marihuana heeft bij sommige mensen ook wel een goede pers, hè? Maar... Maar ik heb het zelf meegemaakt. Ik heb een wetsvoorstel ingediend en Van den Bergen, Hugo Van den Bergen, zat toen ook in de commissie van de Senaat. CD&V-senator, CD&V-senator. En die heeft echt op alle remmen gestaan en we zijn er niet in geslaagd om het product... Het product van een voorstel, wetsvoorstel. Maar we zijn er niet in geslaagd om het gewoon op de agenda te krijgen. Dus er was heel veel weerstand. En het idee was, op het moment dat je het toelaat voor medicinaal gebruik, dan dedouaneert je het toch ook een beetje voor het recreatief gebruik. Dat wordt in één keer... Alhoewel, bij morfine is dat niet zo. Hè. We gebruiken... In de geneeskunde heel veel morfine als pijnstiller en dat is duidelijk een heel Er zijn andere voorbeelden van potentiële roesmiddelen of effectieve roesmiddelen die in de geneeskunde gebruikt worden. Ja. Dus dat is... Je hebt gelijk, denk ik. Het was die connotatie van op het moment dat je het medisch gaat goedkeuren, dan gaat je eigenlijk ook het recreatieve gebruik automatisch doen stijgen, of dat je daar voorstander van bent of niet. Misschien moeten we daar straks wel even iets over zeggen ook. Maar ik moet aan de andere kant ook zeggen, ik ben wel voorstander om het toe te staan, evident. Maar ik ben ook wel voorstander om het zeer goed te reglementeren. Via de apotheker, een voorschrift van de arts, apotheker die het aflevert. En apothekers zijn bereid. We hebben die bevragingen gedaan. Het is zeker niet zo dat zij op de rem zouden staan. Maar je ziet in Amerika toch ook wel soms reglementeringen die van staat tot staat verschillen. En ik heb het met mijn eigen ogen gezien dat mijn briefje waar ergens geattesteerd werd van wel eens een keer hoofdpijn gehad te hebben, dat ze naar een drogisterij gaan en met zo'n zak cannabis buiten komen. Dus je hebt... Dat vind ik ook niet goed, hè, want dan is duidelijk dat het meer om recreatieve doeleinden zijn. Ik heb persoonlijk ook af en toe in de praktijk wel mensen die die vraag stellen. En dat ik me afvraag, wat is de echte reden? Dus het is gewoon zo. Je moet dat ook accepteren, dat je soms via de geneeskunde wel mensen hebt die het product proberen te verkrijgen voor medisch gebruik. In de wereld een enorme variabiliteit van de strengheid om het te gaan reglementeren. Dus persoonlijk vind ik wel dat als je zegt voor medische doeleinden, strikte reglementering, zoals voor andere geneesmiddelen, voor recreatief gebruik
Persoonlijk vind ik ook dat we het moeten legaliseren op de een of andere manier, maar dat is een ander verhaal. Ja. Er zullen misschien vragen daarover komen, maar ik blijf nog even bij de puur medicinale kwestie. Mijn laatste vraagje, het sluit ook aan bij het vorige punt. Stel, het wordt gelegaliseerd. Hoe vermijd je dan valse beloftes vanuit farmacie en geneeskunde, het artsenkorps ook? Want als we jou volgen, of als artsen jou volgen, dan weten we op dit moment al behoorlijk goed, voor dit en dat werkt het, maar voor andere zaken heeft het geen enkele zin. Maar ik kan mij zo voorstellen dat mensen bij de huisarts aankloppen en de huisarts weet dat misschien of weet dat misschien vaag. Ja, voor die klacht zal dat eigenlijk niet werken. Maar gaat iedere arts dat op die manier dan uitleggen aan de patiënten? Want ja, je kent het fenomeen van medical shopping enzovoort. Artsen schrijven bijvoorbeeld antibiotica voor ook waar het niet nodig is. Of in de Verenigde Staten hebben we die fentanyl en opioïde kwestie enzovoort. Dus ja, ergens moet je hier vertrouwen op de arts om precies te weten wat wel, wat niet. Want er zal natuurlijk een grote vraag komen. Dat kun je wel verwachten vanuit het publiek. Maar de meeste mensen zullen eigenlijk moeten ontgoocheld worden als je de wetenschap volgt. Maar ik kan mij zo voorstellen dat dat een lastige kwestie wordt. Zeker voor dit. Ja, maar ik weet niet dat het voor dit moeilijker is dan voor anderen. In de geneeskunde, spijtig genoeg, is het geloof om het ziek zijn over te geven aan de arts, die het dan wel oplost met een pilletje, is toch wel een fenomeen dat erg doorgeschoten is in onze samenleving. En je ziet dat ook natuurlijk met veel psychische aandoeningen of psychiatrische aandoeningen. Dus het voorschrijven van antidepressiva schiet ook wel echt door. We weten trouwens, als je dat goed analyseert, dat de werking van antidepressiva ook heel matig is. Dat is denk ik voor de meeste zaken niet veel beter dan wat we weten over cannabis. En toch wordt het enorm veel voorgeschreven, met alle gevolgen van dien. Dus eigenlijk is het risico dus reëel, als we dit absoluut als analogie kunnen gebruiken. Ja, ja. En ironisch genoeg kan ik me voorstellen dat mensen gaan denken, het is een natuurlijk middel, het is gewoon een plant, ik kan dat zelf kweken. Het is eigenlijk beter dan wat uit de farmacie zou komen, terwijl het evengoed een geneesmiddel zou zijn. Ja, ja. We hebben natuurlijk in de geneeskunde ook wel dingen die uit uit planten komen en door ons worden gebruikt. Natuurlijk, ja. Maar het maakt op zich geen verschil. Maar ik zie het probleem niet zo groot, hoor, Johan. Ik ben erg ontgoocheld soms in collega's in het algemeen die veel te snel naar geneesmiddelen grijpen en daar heel veel kwaad mee stichten. En natuurlijk, het gevaar is ook, en dat geldt evengoed ook voor allerlei ingrepen. Dus een goed overwogen gebruik van geneesmiddelen of van cannabis is voor mij eigenlijk hetzelfde. Op het moment dat we goed weten waar werkt het en waar werkt het niet, en kunnen we dat ook op dezelfde manier gaan gebruiken, zoals je op een kritische manier ook andere geneesmiddelen zult moeten gebruiken. Maar misschien een kleine een fait divers. Ik kwam vorige vrijdag bij een patiënt die al lang klaagt van een indicatie die helemaal niet ter sprake is gekomen. Die heeft ulcera, dus een slechte doorbloeding in de benen en wonden. Ulcus, ja, dus zweer. Die samenvloeien. Zweren, ja. Zweren, ja, zo kan je het noemen. En al van alles geprobeerd. En nu had ze toch een potje, een klein potje bemachtigd. Het kwam uit Amerika en ik heb gaan kijken. Ja, ik heb een foto, maar ik heb het vergeten toe te voegen. Ik wou het eigenlijk doen. En er zit CBD in. En ja, het is toch goed, ik heb al veel minder pijn. Maar ik weet bij God niet, is het door de CBD die erin zit, of is het misschien een heel zachte olie die haar pijn verzacht. Dus dat zegt niks natuurlijk. Zo één, we noemen dat casuïstiek. Maar natuurlijk ga ik, als ik de indruk heb dat het echt wel helpt, ga ik het haar wel laten gebruiken. Maar het is voor mij een beetje een raadsel. Maar ja, het bestaat natuurlijk, dat we soms effecten zien die we niet kunnen verklaren en die mogelijk in dit geval ook louter placebo-effect zijn. Dank u wel.
Ja, Brecht heeft daar straks gealludeerd op mijn leeftijd. Vandaar had ik een eerste vraag in gedachten. Ik zal hem overslaan, Patrick, dus je moet geen zorgen hebben. Namelijk ja, dat ik in de jaren 90 de werkzaamheden van de Senaat nog niet echt volgde. Dus ik vroeg mij af of er ook foto's van jou zijn als je joints aan het roken bent in de Senaat. Eigenlijk. Maar daar zullen we straks op terugkomen. Werd je al geboren toen? Dat wel. Nee, maar het was wel de jaren 2000 al en ik heb nooit een joint gerookt in de Senaat. Nee. Ooit een dikke sigaar en heel, heel ziek van geweest. Ja. Dank u. Nu, als CAP zijn we bezig met het onderzoeken van beweringen die volgens de wetenschap bijzonder onwaarschijnlijk of onmogelijk zijn. Wat is voor jou de grootste of de vervelendste mythe over medische, of je mag medische breed interpreteren, medische cannabis? Ja, ik heb het even aangehaald. Het vervelendste vind ik wel dat het werkzaam zou zijn tegen kanker. Dat is een echte mythe. En ja, dat gaat over veel geneesmiddelen en voedingsadditieven en supplementen. We hebben nu trouwens met CBAM, misschien een beetje reclame maken voor CBAM, waar ook gezondheid en wetenschap, als je ooit vragen hebt, ga naar de website gezondheid en wetenschap. Maar met onze organisatie hebben we nu een opdracht van Stichting tegen Kanker. En ze hebben een twintigtal van kurkuma tot en met cannabis en ginseng en al dat soort producten, waar heel veel mensen die ja, met de diagnose van kanker zitten en op een bepaald moment niet meer kunnen geholpen worden in de klassieke geneeskunde of parallel ook. En ze horen van links en rechts. En het is soms heel moeilijk om daaraan te weerstaan. Als mensen zeggen, ja, maar ik ken toch wel iemand die daar echt goed mee geholpen is. Ja, en dat is echt misbruik maken van mensen. En we hebben nu ook voor de Stichting tegen Kanker dus al die producten onder de loepen genomen. En natuurlijk is er geen enkel product dat enige activiteit heeft kunnen aantonen tegen kanker. Heel af en toe dat ze een behandeling verzachten. Of zoals cannabis ook, dat hebben we ook geschreven, kan eventueel. Ja, denk je dat dat daarmee te maken heeft, dat dat een mentale besmetting een beetje is van er is wel iets bewijs bij, misselijkheid, vermagering en zo, en dat dat zo dat idee van kanker heeft besmet? Of is het eerder, zoals je ja, zegt, dat mensen met zeker uitbehandelde kanker natuurlijk wel alles proberen? Ik denk dat het eerder is dat er ja, links en rechts worden natuurlijk door echte adepten van cannabis wel heel verregaande claims geuit. En dus ook over de behandeling van kanker. Ik denk dat het eerder daaruit komt dan... Want zo vaak gebruiken we het in België niet. Hè. Dus voor mensen met chemotherapie lijkt het me af en toe wel een goede indicatie. Moet er ook weer zeggen dat de tijd dat mensen misselijk werden met de gedachte dat ze chemo gingen krijgen, dat dat toch ook vaak wat minder is, omdat we veel beter doseren en daar toch niet meer zo agressief gaan behandelingen doorvoeren. Dus indicatie van cannabis bij kanker is inderdaad beperkt tot eventueel pijn, misselijkheid, nooit als een curatieve behandeling. Dus daar heb ik het lastigste mee. Als mensen met kanker bij u komen en je moet dan die de hoop hebben gesteld en moet dan gaan duidelijk zeggen van nee, het werkt niet, vind ik eigenlijk wel het vervelendste. Voor andere behandelingen, ja, je ziet toch ook reuma, ziekte van Crohn en zo, dat bij een aantal immunologische aandoeningen, waar we ons eigen lichaam zich eigenlijk tegen onze lichaamcellen agressief opstelt, auto-immuunziekte, daar wordt het nog eens een keer voor geprogrammeerd, omdat we vermoeden dat het daar ergens effecten zou kunnen hebben, maar er is ook niks van bewezen. En dat vind ik toch ook wel belangrijk om te zeggen dat we daar eigenlijk ook geen soelaas kunnen verwachten. En om een beetje de overstap te maken en daar meer het maatschappelijk-politieke, maar toch bij het medische te blijven. Je hebt daar net gezegd, ik ken een aantal apothekers en zo die erin meegaan. Ja, wat is daar uw standpunt in die zin, als skepper en als arts en als burger en humanist en zo? Als ik een apotheker binnenwandel, erger ik mij blauw, hè, want je ziet nergens een geneesmiddel eigenlijk, hè, alleen maar brol, die zeer duur is, hè, waar de apotheker zijn of haar geld mee verdient, omdat die voor het echte werk natuurlijk helemaal niks krijgt. Hè. En nu zie je daar dan inderdaad de CBD-olie op de toog staan.
is het niet een beetje moeilijk om dan de apotheker, die toch een ernstige gestudeerde mens is, dan zo'n dingen te laten doen? Of zeg je net wat bijvoorbeeld de Apothekersbond en zo dan zegt, van ja, je koopt het toch liever bij de apotheker dan ergens in een nachtwinkel? Ik weet niet hoe je daar tegenover staat. Ja. Goh, er zijn in elk beroep mensen die een beroep heel ernstig nemen en minder ernstig nemen. Nu, wat de apothekers betreft, absoluut, ben ik er ook van overtuigd dat de meesten het heel goed voor hebben. En dat zij om economische redenen natuurlijk heel wat verzorgingsproducten kopen en zo. Dus omdat ze niet anders kunnen hoor, ik heb met genoeg gesproken. Tot daartoe. Homeopathische middelen vind ik soms al wel wat moeilijker om. Zoals we allemaal weten, dat daar alleen suiker en water in zit en soms een beetje alcohol. Maar kleine anekdote. Dus in een gesprek met de bazen van de Algemene Farmaceutische Bond hebben die als argumentatie gegeven waarom je dat bij apothekers kunt krijgen. Ja, dan zijt je zeker dat er niks in zit. Echt waar. Ja, oké. Okay. Dat is echt waar, hoor. Ja, echt waar, hoor. Het was geen grap, hoor. Dat was echt een argumentatie. Maar dat is ook een argument, natuurlijk. Ja, 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 ja. Hè? Want als je ergens op een loesje markt... Inderdaad. Dat is trouwens ook het probleem. Ja, totaal iets anders. Hè, maar heel wat mensen die naar de fitnessclubs gaan, die kopen daar zogezegd proteïne. Maar die ook dikwijls vervuild zijn met anabolica, omdat ze dan natuurlijk beter vervuild, omdat ze dan beter werken. Dus het argument, dan ben je zeker dat er niks in zit, is misschien een heel goed argument. Maar dan zouden ze ook in het groter moeten bovenhangen. Hier zit zeker niks in. Ja, 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 ja. Dan zijn we helemaal mee, dan zijn we helemaal akkoord. Ja, CBD-olie in de apotheek. Ik denk persoonlijk ook wel, hè, op het moment dat we, als ik als arts, in zeldzame gevallen, meestal mensen met chronische pijn, een poging doe om cannabis voor te schrijven, dan stuur ik ze naar Nederland. Oh, ja. De enige mogelijke manier, in Nederland verkoopt men in verschillende sterktes ofwel zowel het product dat je kan roken of dampen, ofwel ook cannabisolie met THC, een beetje THC, veel THC, met CBD. Dus heb je al die variaties. Dus ik denk wel dat een sterk argument is dat de apotheker altijd de zekerheid biedt of zich daar garant voor stelt dat wat hij verkoopt ook correct is wat hij verkoopt. En als je in de geneeskunde cannabis voorschrijft, dan kan je ze moeilijk naar een coffeeshop sturen dat je niet weet wat je hebt. Nu, wat CBD-olie betreft, is dus geïndiceerd eigenlijk voor kinderen met twee vormen van epilepsie. Ja, en Lennox-Gastaut. Ja. Dan kan je toch ook moeilijk anders dan in de apotheek te gaan kopen. Hè. Exact. Maar we weten dat CBD-olie... Ja, bij chronische pijn, we hebben in onze studie en ook in onze aanbevelingen zeggen we, ja, je kan met CBD-olie beginnen, maar je weet dat de kans dan nog kleiner is dat je een effect gaat hebben. En als je een effect hebt, is het dan placebo of is het dan toch een echt effect? Ik weet het eigenlijk ook niet. Ik twijfel er een beetje aan dat CBD-olie alleen echt een pijnstillend effect heeft. Ja. Het is ook zo dat bij een aantal van die studies, bij die kinderen met zeer ernstige epilepsie overigens, dat effect vooral gezien werd als ze ook benzodiazepines namen. Hè, dus dat het ook een versterkend effect heeft. En bij de fameuze Sativex, hè, dus dat spreetje, het oplosmiddel waarin dat opgelost is alcohol. Hè. Dus dan voelt je natuurlijk ook een beetje rustiger doorgaans. Nu, een bijkomende vraag. Hè, in het onderzoek, en kritisch zijn voor onszelf, heb je in het onderzoek hiernaar, hè, of het werken aan dat boekje, iets ontdekt waarover je van mening veranderd bent of een totaal nieuw inzicht hebt gekregen? Of dat je dacht van, oei, dit dacht ik en dat blijkt een beetje een mythe te zijn? Goh, dat is een... ik kan er eigenlijk geen antwoord op geven. Ik ben eigenlijk... Ja, wat mij vooral heeft verwonderd, is dat er zo heel weinig goede studies zijn. En dat gaf dan bijvoorbeeld bij de ziekte van Crohn, In een Cochrane, dus toch een beetje de Mercedes van de systematic reviews, dus overzichtsstudies, en dat je dan toch daar conclusies krijgt, ja, mogelijk zou het toch misschien een klein beetje kunnen werken. En dan dacht ik, ja, de manier waarop we wetenschappelijke conclusies trekken is soms toch ook wel zwak, maar dat is eigenlijk een heel andere soort conclusie dan jij op bedoelt. Nee, ik heb zeker niks gevonden waar ik dacht
Daar werkt het wel of daar werkt het niet. Er is eigenlijk niks zo speciaals uitgekomen. Wel, het positieve vind ik wel dat we zien dat de laatste jaren vooral er enorm veel studies bij komen. Ja. Dus ik denk wel als we nu binnen 5 jaar opnieuw hier zouden zitten, dat we misschien wel met veel meer zekerheid zouden kunnen zeggen het werkt daar of het werkt daar niet. Ja. Dus dat is wel de positieve evolutie. Misschien kun je zo om de 20 jaar een keer een symposium doen, hè, Patrick. Laatste vraagje misschien, dan zullen we naar het publiek gaan. Hè. Ja, wat je daar zegt over de studies. Hè. Nu, studies komen deels van universiteiten natuurlijk, maar zeker de grote zijn zeer vaak door de farma-industrie gelanceerd, omdat het nu helemaal niet anders kan. Niemand anders heeft dat geld. Nu, als je ziet hoeveel geld daarin zit, hè, in cannabis, maar dan zo wat versnipperd, ja, waarom heeft een Pfizer of een Teva niet gezegd eigenlijk van wij gaan ons een keer daarop richten en hier ergens studies doen totdat ze rena raak is en dan daar slapend rijk mee worden? Dan wat gaan lobbyen. Ja, inderdaad. Of is dat niet interessant? Of denk je dat een te groot deel van de markt in het paralegale circuit zit of zo? Ja, nu, tot nu toe zijn er geen grote farmaceutische bedrijven die het doen, omdat het ook moeilijk te patenteren is natuurlijk. Hè. Mm. Dus als ze, zolang ze bij THC en CBD blijft, kan je daar volgens mij geen patent op nemen, tenzij de spray is dan wel gepatenteerd, maar dat heeft dan te maken met de manier waarop, hè, device enzovoort. Dus de moleculen zelf kunnen niet gepatenteerd worden. Ik denk dat dat de grootste struikelsteen is, dat er echt heel veel en grootschalig onderzoek gebeurt. Maar waarschijnlijk, ik heb ook mensen bij mij thuis gehad van een bepaalde producent die nu ook bezig zijn om toch cannabis en dan ook in een bepaalde manier van pil en hoe dat het vrijkomt en zo, om dat toch te proberen te patenteren. Dus er beweegt wel wat op de markt. Maar ik vrees eerlijk gezegd dat we nooit gaan hebben van, dat is nu de heilige graal, cannabis gaat in één keer voor die of die aandoening fantastische oplossing zijn. Ik vrees daar eigenlijk een beetje voor. Het zal altijd toch een beetje in de marge zijn dat het links of rechts wel bij mensen die geen andere klassieke middelen kunnen gebruiken een bijkomend voorbeeld geeft, een voordeel geeft. Mag ik nog een heel klein vraagje stellen? Er leeft misschien wel het idee bij het publiek dat mocht het gelegaliseerd worden, en ik weet dat dat in Californië bijvoorbeeld jaren geleden toch zo was, dat mensen dan een soort kaartje krijgen van ik ben een patiënt en ik mag dit gebruiken. En dat zij dan zo nu en dan een joint kunnen opsteken. Maar dat zal niet gebeuren dus. Op die manier is dat niet precies te doseren. Je kunt niet zeggen wanneer, hoe, wat. De apotheker gaat geen rookbare marihuana verkopen in Mekaan, dat zal waarschijnlijk bijna toch wel. Ja, wel, wel. En hoe volg je dat dan op? Ja, dat wordt heel moeilijk. Je weet natuurlijk hoeveel je voorschrijft. Dus in Nederland heb je de olie, maar je hebt ook flos, hè, dus dat product op basis van de plant. En dat zijn dan mooie. Ik heb een potje, dat zit nog in mijn tas. Ik had het misschien kunnen meebrengen om te tonen. Maar dus dat zijn gewoon potjes en daar zit dan de plant in. Fijn gemalen, maar ook niet te fijn. Hè. Dus je ziet nog de structuur en je kan dat dan roken. En je weet exact hoeveel milligram THC daarin zit. En je kan dus, je weet dus per sigaret. Of als je inhaleert, hè, je doet dan zoveel daarop, dan weet je eigenlijk ook exact. Dus je hebt een potje voorgeschreven, dan moet je normaal 2 weken mee toekomen. Ja, dat is als je benzodiazepines of wat dan ook voorschrijft. Ja. Die strijd moeten we soms voeren. Je schrijft 30 tabletjes voor en ze komen dan een week terug, dan weet je ook dat er een probleem is. Dus zo'n potje marihuana voorschrijft, kan je eigenlijk wel goed weten. Oké, dat is op een. Maar dus de enige goede reden om het niet te laten roken is het risico voor longkanker enzovoort. Dat is de enige echte goede reden. Ja. Voor de rest maakt het geen verschil. Je zou, theoretisch, het is wel iets moeilijker, maar dan kan je het doseren, want je sigaretje, je haalt er niet in één keer in, dus je haalt in en tussendoor brandt het ook op en een stuk gaat de lucht in en de ene rookt op een andere manier. Dus dat is iets moeilijker, maar de reden is longkanker, COPD. En is er niet toch ook veel verschil tussen
ja, jonge mensen, oudere mensen, zwaarlijvige mensen, magere mensen enzovoort, wat het effect betreft. Dus kwestie van de dosering te pakken te krijgen. Ja, ook weer, dat geldt ook voor andere medicatie. Hè. Dus we houden daar relatief nog iets te weinig rekening mee. Maar we weten eigenlijk wel dat als iemand, of het geslacht kan ook al verschillen, maar een vrouw van 50 kilogram of een man van 100 kilo, en we geven voor allebei dezelfde dosering, ja, dat klopt ook niet. Hè. Dus ik denk dat we ook daar soms een beetje trial and error. Voor cannabis zal het ook wel zo zijn, maar er zijn toch onvoldoende studies. Oké, dank u wel. Ongetwijfeld zijn er vragen. Van onder opzetten bericht.